Yo, kijkers van Online Games van Harte, ik ben terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. We gaan weer lekker verder. We hebben uiteraard afgelopen vrijdag natuurlijk waar gebleven. Dus dat komt helemaal goed. Perfect, zoals jullie natuurlijk weten, hebben wij onze letters mooi prachtig gemaakt. Kijk, hier staat het schitterend. We staan trouwens ook hier op, zo te zien. Dus dat is allemaal prachtig, maar ik wilde namelijk hier allemaal nog wat mooie bloemen neerzetten. Dat lijkt me dus een mooi, prima idee. Dus hier overal dat we het allemaal netjes neer hebben. En dus dat gaan we dus nu ook doen. We gaan niet hier allemaal bloemen halen, nee, we gaan daar gaan we allemaal tulpen en dat soort zaken gaan we dus halen. Dus dat moet helemaal goed komen. Ook hier niet vandaan halen natuurlijk. Dit is ook natuurlijk wel prachtig, hè? Ja. Goed. Dan gaan we dus meteen als allereerste doen. En dan gaan we eens even kijken wat ons nieuw project natuurlijk is. Wat we dan eens eventjes gaan doen. Kijk, hier zijn al die tulpen. Daar moeten we even naartoe lopen. Pakken gewoon zoveel mogelijk. Niet natuurlijk allemaal dezelfde kleur. Want dat is natuurlijk niet mooi. Moet ook natuurlijk eens een keertje op avontuur een keertje gaan. Ik vind dat ook wel eens een keer leuk. Ik weet dat ik er een heleboel er al een keer eruit heb gehaald daar. Maar we zullen er nog meer moeten hebben. Kijk eens aan, nou. Als we gewoon van elke kleur 5 doen. Goed, er zijn ook allemaal oranje. Hier zie ik een witte. Als we achter wat rood nodig hebben, dan moeten we hier weer terecht. Ik ga heel even dit even weg gaan halen. Dan weet ik precies wat ik allemaal al heb. Oranje, witte. Zijn dit daaronder rode? Daar lijkt het wel op. Dit zijn dus dat witte. Yes. Twee, dan moeten we... Nog een paar. Ja, ik wil echt zoveel groen over 5, dan hebben we genoeg. Vier. Vijf. Diegene willen we natuurlijk ook nog hebben. 1, 3, 4. Zijn dit witte paarse? Daar lijkt het wel op. Dan
weer om naar boven zien te klimmen. Vijf. Oranje. Wit, rood hebben we, paars hebben we. Die hebben we. Dus we hebben alle kleuren gehad, hè? Volgens mij wel. Laat eens even nog een keer hier. Ga kijken. Ik denk het wel. We moeten zonnebloemen hebben die ook misschien nog nodig. Ik denk het van wel. Die had ik trouwens wel gezien. Kijk, hier hebben we ook nog wat. Vier. Vijf. Kijk, die kan moeten we op. En laat vijf van die zonnebloemen hebben we dus nodig. En dan wil ik ook nog van die rode rozenstruikjes zeggen. 2, 3, 4, 5. Oh. Krijg je met dat weer? Ja, van die rode rozenstruik, die moeten we ook nog hebben. Alleen, ik weet niet natuurlijk of we die in de buurt kunnen gaan vinden. Dan moeten we misschien een stuk verder lopen. Ja, want officieel hebben we alles. We hebben alle bomen. Bloemen hebben we volgens mij ook alles. Het eten hebben we allemaal. Poen, meloen, aardappel, rode bieten, alles. Hebben we eigenlijk. Ja, ik loop wel echt om. Ik ben gewoon helemaal zo gelopen. Oeps, foutje.
deze hebben we ook genoemd. Misschien achter ons huisje. Laten we daar maar eens eventjes gaan kijken. Want ik wil dat gewoon wat hier zo anders staat, willen gewoon laten staan. We gaan daar nog even kijken. We hebben gewoon 50 stukken bloemen, hè. Nou. Ik weet niet of ze allemaal kunnen plaatsen, hoor. Maar kijk. Hiervoor hebben we nog van alles. We willen even achter ons huis. Kijk, die rode roos wil ik. Die hebben we en deze moeten we ook hebben. Ja. Zal er iets achter deze berg zijn? Daar nog niet echt, zeg maar, gekeken. Kijk, hier hebben we ook allemaal rode bloemen. Dus als we een keer wat moeten hebben, dan weten we dat we hier moeten zijn. Ik zie inderdaad daar wat. Zien we hier iets? Daar zien we niet echt al te veel. Is er inderdaad maar eentje? Nou goed, het is er in ieder geval één. Kijk. Hoe je het nou om te vinden. 3. Even kijken, kunnen we misschien nog wat hoger. Meestal inderdaad zijn die rozen en die grote bloemen staan meestal ergens heel hoog natuurlijk, bij het water of soms. Wauw, hier kun je gewoon doorheen kijken. We gaan er gewoon even deze berg opklimmen en dan. Hier is dus woestijn. Dus daar zijn, hier zijn we dus al een keer eerder geweest. Maar het is zo lang geleden dat ik weer hier ben geweest. Hoeveel hebben we? Wat we 3, 4, 5. Kijk, wat we hier nog allemaal hebben en dan vind ik het mooi geweest. Dan zijn we toch een klein beetje, ja, op bloemen af het avontuur zijn we eigenlijk gegaan. We hebben er 1. Nee, dat zijn dus deze. Dus daar hadden we dus niks aan. Oké. Goed. We moeten natuurlijk dadelijk ook even weer terug naar huis vinden. We gaan even hier op. Ik weet dat daar allemaal sneeuw is, maar misschien vinden we wat. Maar ik denk van niet.
Het is dan wel een heel mooi uitzicht. Dat natuurlijk wel. We moeten eigenlijk de vonken weer die kant op gaan lopen. En ook meer echt meer zo. Hier echt zo rechtdoor gaan lopen. Wacht even. We gaan eens even kijken. Dat we de vorige keer een keer op avontuur kunnen gaan. Moeten we echt die kant op gaan lopen. Dan hebben we eigenlijk een keer een tempel gevonden. Volgens mij niet, hè? Echt die kant op gaan lopen. Oké. Dit is voorlopig genoeg, want ik zie helemaal niks. We moeten maar eens een keer kijken of we een keer in een livestream op avontuur gaan of in afleveringen. Laat me maar natuurlijk weten. Ik zal er ook binnenkort even een poll erin zetten. Dus dat moet helemaal goed. Waar de fuck zijn we? We moeten meer. Die kant volgens mij. We gaan nu terug naar huis. Kijk daar, daar is onze molen. Dat is nou het voordeel dat we meer natuurlijk gebouwen natuurlijk hebben gebouwd. Dus dan kun je ongeveer weten waar je natuurlijk bent. Nou, die rode bloemen die zijn er gewoon zat. Dus misschien inderdaad moeten we maar eens een keer op avontuur gaan. We hebben uiteindelijk de 400 abonnees. Ik wil natuurlijk iets speciaals gaan doen. Wat dat weet ik niet. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld zeg elke dag Minecraft Survival. Kan ik zeggen dat ik er vandaag aan zou beginnen. Zaterdag en zondag ook zijn om 4:30. Of we kunnen zeggen we gaan een week lang... mooie lange streams doen, gewoon een speciale week. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, dan ga ik ook allemaal waarschijnlijk een pol inzetten. Maar voorlopig gaan we bloemen. We hebben hier één van, die heet zo. Dus daar moeten we nog een paar, misschien vinden we ook nog wat. Andere nieuwe bloemen, maar ik denk dat we eigenlijk alle bloemen volgens mij hebben. Dus dat komt mooi uit. Heb ik dat dan hier op het bord? Goed doorbouwen, binnenfarm. Op avontuur gaan, in haven kijken. Dus we zijn nog genoeg dingen. Laten we weer kijken. Die blauwe bloemen die hebben we ook natuurlijk nog niet gevonden. Die zijn er maar een paar. Ik heb ben hier overal natuurlijk door dit... moerasje geweest. Daar is natuurlijk helemaal niks meer. We kunnen wel eens even kijken op onze boot. Oh, dus dan moeten we eigenlijk die kant op. Zo, weer. Ik geloof het niet, hè? Hier zijn overal gele bloemen. Dan is dat maar zo. Kijk. Ik kan ook gewoon hier door. Goed, dus ik ga het hier eens blaten, jongens. 20 minuten lang zat. Weet je, dan kan natuurlijk gewoon weer morgen terug om 4:30 op. Ik zie echt daar ook mee. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!